Yo, met je groeven van TNPNL, met vandaag een nieuwe video voor je. En vandaag ben ik hier met mijn eerste potje van de Weekend League. Oh, Game Changers te nu. Oh, dit is best cool, deze heeft niemand, denk ik. Ik vind dat zo leuk, want ik ben dus een Game Changer van EA. Maar voor ik daarover ga vertellen, dus ik een duimpje op deze video. Op de vorige video hebben we de 7000 likes gehaald. Voor mij 7000 likes hebben we gehaald. En daarom vandaag een nieuwe video. Als we deze video 8000 likes halen, binnen, voor 12 uur 's avonds. Ja, als dat gaat lukken, ja, I don't know, maar het zou tof zijn. Dan upload ik morgen weer een nieuwe video. Zien jullie morgen weer een nieuwe video om 4 uur. Laten we het proberen in ieder geval. En laten we maar lekker beginnen met de Weekend League. Ik ga mijn team een kleintje aanpassen, mensen. Zoals jullie hebben kunnen zien in de video van gisteren, heb ik natuurlijk Lozano gekregen en heb ik mijn team omgegooid. Ik heb Lozano nu op het bankje zitten. Punt is dus wel, sinds dat gebeurd is, ik weet niet wat het is, maar ik speel altijd gebalanceerd, maar dat werkt niet meer. Dus ik ga nu spelen met druk naar fout tegenstander en hier op snelle opbouw. Dat is mijn nieuwe tactiek en die ga ik dus ook hier instellen. Dus druk naar fout tegenstander en snelle opbouw. En we gaan kijken of ik daarmee winst ga pakken in de Weekend League. Wat mijn doel is deze week, natuurlijk Elite 2. Ik moet Elite 2 halen. En doe eens zeker een duimpje omhoog. 8000 likes. What the fuck? Hoe kan ik hier überhaupt voor vragen? Maar ja, dat zou dus helemaal top zijn. Helemaal top. Helemaal fantastisch. Helemaal geweldig. Maar wat het dus is, zeg maar, ik ben dan een game changer. En de laatste tijd krijgen de game changers, waaronder ik dus, omdat ze dus, zeg maar, dan game changers kunnen worden, krijgen we best wel veel gezeur op ons dak. En deze gaat dus niet een heel goed team. Je moet echt wel voor kunnen winnen. Kom op, de 1-0. Die moet binnen gehengeld worden hier. Maar krijgen we best wel gezeur op ons dak van, ja, jullie zijn game changers. Maar dit klopt niet in de game. Dit klopt niet in de game. Ja, met name van e-sport. En dan denk ik, ten eerste, e-sporting is hot. En ten tweede denk ik, gast, het slaat nergens op. Kijk, weet je, toen wij op dat capture event waren, waren we dus naar Berlijn voor EA, voor dat capture event. Daar kon je echt letterlijk elke bal erin schieten met een omhaal. Dat was nog erger dan het begin van FIFA zelf. Je kon letterlijk elke bal erin met een omhaal. Er staat nu al 1-0 voor. Lekker Gerard. En heel veel mensen vonden dat echt zwaar vervelend. Zeg maar, al die e-sports vonden dat helemaal kut. Maar ja, ik vond het hartstikke leuk. En dan worden e-sporters boos op gewoon de normale FIFA-spelers zoals wij. Omdat je veel kan scoren met omhalen. Hoezo? Omhalen zijn gewoon leuk. Ja, dat het in jouw e-sportwereldje misschien niet helemaal klopt. Ja, dat maakt mij geen ene ster uit. Maar ja, dat wil ik dus even kwijt. Wel een leuk shirt op zich. Dat is wel nice. Meteen 1-0 voor. Heerlijk hoor. Lekker begin. Goed balletje op blank. Blank goed. Oh ja, hier wordt heel goed gevoetbald. Balletje door op Neymar. Neymar naar binnen. Hop, finesse shot. Oh, zo, die pakt die Ederson wel katachtig uit de lucht. Ik dacht, dit is de 2-0, dus hangen, dacht ik. Lekker shirtje, dit is wel een goede opvolger van mijn Imagine Dragons shirt. Dat had ik volgens mij. Ik weet niet of het dat van hun. Voor mij was dat van hun, ja. Misschien heeft iedereen een shirt daar zo gekregen, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ik weet niet of dit alleen voor ons is. Oh ja, ja, Griezmann, doe maar, jongen. Hoppa, finesse. Time shooting natuurlijk. 2-0. Is nog een time to leave, gozer. En wat ongelooflijk, Griezmann. Kijk, dat speelt dan nu weer gewoon een fantastische pot. Eigenlijk moet ik die 90 reden gaan kopen. Die wordt sowieso een paar keer geüpgraded. En die vent is zo ongelooflijk goed. Ben je trouwens niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan zeker hier beneden voor, ja, misschien wel dagelijkse uploads. Als we iedere keer het like-doel blijven halen. Ja, dan is het iedere dag een lekker smikkel uploadje. Abonneer zeker en druk op dat belletje. En comment hashtag teambelletje. En ja, de eerste... Nee. Ik ga 10 mensen die 10 belletje hebben gecomment, ga ik een duimpje omhoog geven. En laat ook een comment achter hoe je gaat in de Weekend League. En geef wel een goede analyse bij mensen. Ik wil de analyse zien. Dus niet ik ga 4-0. Nee, ik ga... Het eerste potje ging lekker. Het tweede potje werd ik helemaal gek. Maar won ik alsnog. Het derde potje ging ik slecht. Het vierde potje ging ik ook slecht. En nu ga ik 0-4. Dat wil ik zien. Suarez, hangen. Oh, naast. Wat? Hij kwam er zo van uit met zijn keeper een beetje raken. Ik had hem eigenlijk moeten trampen. Want dat was 3-0 geweest klaar. En dan hadden we die eerste overwinning in het hadden we die gewoon binnen gehengeld. Laten we daarop houden. Die Courtois heeft daar ook best wel sick dingetje aan. Het is wel leuk dat de keepers een keer niet vergeten worden. En in een slap aftreksel worden gestopt. Nee, die heeft ook gewoon een mooi pakje aan. Hop, blank. Uitstekend. Hey, scheids. Blank, uitstekend. Love you. Wat hoop ik deze week mensen dat ik Elite 2 ga halen. Dat zou toch ongelooflijk lekker zijn. Maar ja, daarvoor moet de concentratie echt op en top zijn. Ik mag niet verzwakken dit weekend. Nee, maar... Ah, jongens, slechte timing ook. Ik krijg een penalty. Oké, ja, hij haalde me wel hard neer. Maar ja, ik had de bal geschoten. Ja, gaat hij ook nog rood. Wat lullig. Sorry tegenstander, dat was niet mijn bedoeling dit. Ik schiet hem gewoon naar links. What the fuck? Scheids, pingel, nog één. Nee? Oké, nou, hij heeft rood. Wel slecht dat ik een penalty mis. Nou ja, hij is natuurlijk helemaal kansloos nu. Hij gaat ook niet wisselen. Hij ziet daar... Oh, die had ik natuurlijk op Neymar moeten geven. Doe ik alsnog. Nee, maar 3-0. Paal, tuurlijk. Suarez, 3-0. Lekker. Gast, dit moet je toch gewoon lieven. Ja, hij gaat ook weg. Lekker hoor. Easy winnetje. Oké, de 1. Eerste overwinning is binnen. Lekker. Hij is geliefd. Prima. Laten we hopen dat hij wat meer tegenstanders lieven. Hij komt in 2009. Hij wil... Sinds 2009 heeft hij zijn fut team. En nog steeds... Ik wil niet zeggen slecht. Hij had ook niet zo'n heel goed team natuurlijk. Maar dan denk je toch... Als je in 2009 al FIFA speelde... Al fut zelfs... Dan zou je toch op zich wel denken dat je best wel goed bent. Maar dat hoeft dus niet zo te zijn. Mensen, de eerste overwinning is binnen. Om maar 29 te gaan. Oké, dit is mijn volgende tegenstanders team. Ja, niet heel goed. Ook niet heel slecht. Gewoon een prima team.
Hij wil die Alan, die haat ik. En wat lijkt die rechtsback, die Cancelo, ongelooflijk echt op Ronaldo. What the fuck? Maar hij heeft zijn nieuw plaatje gekregen, nieuw gezichtje gekregen. Hij lijkt echt ziek erg op Ronaldo nu. Wat is dit? Maar ik zweer het je, ik had dus sinds een nieuwe patch, werkte gewoon mijn tactiek niet meer. En heb ik mijn tactiek dus hierna veranderd. En nu is het echt gewoon goed weer. Nu speel ik gewoon weer lekker. Kan ik weer lekker naar voren spelen en zo. Mbappé, jongen. Dat is ook echt een hark, jongen. Oh. En sommige potjes is hij zo goed dat die Mbappé. Maar het is echt... Als hij zijn potje heeft, is hij echt de beste speler van het spel. Als hij niet zijn potje heeft, is het gewoon echt een drama, die gast. Is een soort Bill waar je mee speelt. Nou, die Bill is ook een partij slecht. Die is echt al elke... Die is letterlijk nog geen FIFA goed geweest. Nee, dit kan er nooit in. Nee, oké. Gast, die pauper Alan. Oh, daar word ik niet goed van. Blank. Lekker, maat. Goed. Heel sterk. Oh. Nou, ik kom er even niet door, mensen. Ik word helemaal gek. Ik word de hele tijd, kijk, ik word de bal afgepakt. De hele tijd komen paas niet aan en zo. Nu tussen. Lekker. 1-0. Hoppa, easy goal. Lek. Kom op, Griezmann. Goed, jongen. Lek. Heerlijk goaltje. 1-0. Antoine Griezmann. Lekker. Dit is een goed doelpuntje. Ja, dan scoort hij gewoon weer, hè. Vorige wedstrijd 2 keer en nu weer. Lekker, hoor. Helemaal niks mis mee. Goeie voorzet van Suarez. En ja, easy. Easy binnengeschoten. Oké, Neymar goed. Neymar tweede paal. Tweede paal staat Mbappé helemaal vrij. Maar kutbal. Ah. Neymar met schot. Oeh. Schot bijna, ging bijna winnen. Via iemand of zo, denk ik. Lala neemt trouwens tegenwoordig mijn corners. Dat is niet in mijn bedoeling of zo. Maar omdat ik dus mijn opsteken veranderd heb, zijn ook al die dingen veranderd. Ik moet dat even terugzetten. Al kan Lala dat wel goed, maar ik heb liever niet dat mijn rechtsback de corners neemt. Dat is vervelend. Die moet lekker achterblijven. Nou, komt een finesse shotje aan. Ah, niet eens. Duik geen e-sport waar ik tegen speel. Die had zeker al gefinesseld. Oh, goede redding. Zeg van Courtois. Lekker. Ik wil niet veel, maar echt mooie redding. En door. Oh. Die screen hier net nog tussen. Anders had ik... Ja, anders was ik er gewoon doorheen geweest. Het was een easy goal geweest. Foutje. Oh. Oké, dat was niet helemaal de bedoeling. Maar het pakt goed uit. Mbappé. Oh, zit hier naast. Ik kan moeten timen. Dat was gewoon een schot van Petit. Wat gewoon als paas lukt het. Oh, wat doet hij? Oh, hij loopt met keeper. Dat was wel slim, maar... Oh, schiet naast. Hoe doe je dit naast? Oké, 1-0 voor bij rust. Kan zeker beter. Ja, 1-0 is natuurlijk echt geen lekkere voorsprong. Dat is wel oké, daar niet van. Maar echt geen lekkere voorsprong. Dus ja. Het kan zeker beter, maar het kan ook zeker slechter. Laten we niet te gek doen. Lekker nee, maar... Ah, zit iemand tussen. Hij heeft wel echt... Heeft hij een kans gehad, überhaupt? Ik weet niet eens wie er bij hem in de spits staat. Belotti. Nou, die hebben we oprecht nog niet gezien. Maar ja, dan praat je weer te snel. En dan gaat hij nu gewoon 1-1 scoren. Oh, lekker. Goed gedaan. Goed gedaan, Marcelo. Uitstekend. Goed ertussen. Good, my friend. Oh, Manola. Oh. Jongens. Wat een pech. Die bal neem je toch gewoon aan, Suarez. Het is niet of je heel hard op je afgespeeld werd of zo. Alles behalve. Nee, maar schiet. Op paal. Rebound 2-0. Yes. Buitenspel. Is buitenspel? Wie stond er buitenspel dan? Hoe stond Griezmann dan weer buitenspel? Hoe kan dit nou? Hé? What the fuck? Ik snap er niks van. Suarez. Ja, dit is wel buitenspel voor mij. Ja, dit is weer buitenspel. Ja, deze zag ik. Deze zag ik wel. Die eerste, ja, ik word dan naar buitenspel. Zeg, godsnaam. Oh, ik kan er niet tussen. Echt. Als ik dit niet win, jongen, ik heb zoveel kansen. Valt ze ook wel mee, maar hij heeft ook gewoon helemaal geen kans. Dat kan ook mee te maken hebben. Het lijkt alsof ik zoveel kansen heb. Oh, Koen, wat doe je? What are you doing? Gelukkig heb ik Blank, die gelukkig wel wat kan. Die Nagolan heeft denk ik wel tussen 40 paas gezeten van mij, deze pot. Dan krijgt hij die pauper screenjaar weer. Ik moet zeggen, verdedigend is deze gast best wel goed. En ik ben echt heel slecht. Ik ben deze pot echt heel slecht. Maar aanvallend is hij gewoon niet heel sterk. En dat breekt hem wel op. Ja, of ik ben verdedigend gewoon ook wel goed. Dat we allebei gewoon verdedigend goed zijn. Dat kan natuurlijk ook. Oké, we gaan wisselen. MLP ga ik er zeker uithalen, want die bakt er echt geen ene reet van. En ik ga Suarez ook uithalen voor Perisic. Want ook Suarez, nou, dat is echt een drama deze pot. Nee, wat doe ik? Waarom mis ik dit? Hoe kan ik dit missen? Hij doet potje aan Dori iedere keer hetzelfde. Oh, Griezmann, ben je goed. Wat is Griezmann goed? Dit is echt mijn held van de dag. Deze man is echt een held van mijn weekend league gewoon. Dit wordt mijn held van de weekend league. Ongelooflijk, Griezmann. Die heeft gewoon 4 keer gescoord. 2 wedstrijden. Oeh, zeker deze pot die toch wel... Ja, ik vond het wel spannend. En dan met zijn verkeerde been 3-star weekend voor mij. Oh, werd er aangeraakt. Lekker zeg. Heerlijk toch? Dit is toch heerlijk, Blank. Blank is echt goed. Blank is echt goed. Ik ben echt blij dat ik Blank heb gehaald. Maar wat het eerst was, zeg maar, Varane was eerst echt mijn sterverdediger. En hoe heet die andere gast? Kimpembe. Die was gewoon oké. En nu heb ik dus die Blank. En nu is Varane de oké verdediger. En is Blank de goeie. Dus dat betekent gewoon... En Varane is niet minder geworden. Oh joh, what the fuck. Dan komt de bal op Lozano. Nou, die is echt fucking snel. Dus die kan het in het slot gooien. En dat doet hij ook. 3-0. Lekker. Klaar. 2-0 in de Wicked League. Yes. Eerste 2 potjes winnen is altijd belangrijk, vind ik. Heerlijk. Lekker. 3-0. Laten we hopen dat Lozano morgen niet scoort. Of zijn eigen goal. Dat zou een stuk fijner zijn. Maar dan zullen de meningen in de comments waarschijnlijk over verdeeld zijn. Ja, deze wedstrijd is binnen. Het is easy. Die vorige wedstrijd, ik heb nog een goal tegen gehad, jongen. Mijn verdediging staat zo sterk met die Blank. Ga die mee. Een pingel, hou je bek. Oh, speaking about the devil, jongen. Hoe is dit nou weer een pingel? Hoe kan dit nou weer een pingel zijn? Easy. Hij zit hem naast, hè.
Ja, ik raak hem nog wel met mijn keeper. Anders was hij hier denk ik ook nog naast gaan. Easy. Easy win. Easy win. Dat gaan we doen. Lieve. Hij is lief. Waarom lief je nou? Waarom doe je dit? Dit slaat echt nergens op. Ja, ik vind het niet erg, maar ja, prima. Twee rage quiz. Helemaal prima. Mensen, ik hoop dat je deze video leuk vond. Griezmann, helft van de dag. Uitstekend gespeeld. Lekker. Wil je nou morgen weer een video zien? 8000 likes. 8000 was het, hè? 8000. 8000 likes voor 12 uur 's avonds. Ja, ik denk niet dat het gaat lukken. Maar we gaan het proberen. Vond je deze video leuk? Wil je zeker een duimpje omhoog? Wil je meer van mij zien? Dat kan. Klik dan hier of hier. Wil je mij abonneren? Kan ook. Klik dan hier en druk op dat belletje. En join hashtag team belletje. Ik hoop je te zien met de volgende video. Als je like, vooral met de volgende keer. Doei! Later!